Hierbij open ik deze academische zitting waarin Ellen Smeets het academische proefschrift getiteld Nutritional Strategies to Improve Endothelial Function During the Fasting and Postprandial Phase in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector en leden van de commissie, lieve vrienden, familie en collega's. Van harte welkom bij de verdediging van mijn proefschrift Nutritional Strategies to Improve Endothelial Function During the Fasting and Postprandial Phase. Ofwel op het Nederlands, voedingsstrategieën om de endothelfunctie in nuchtere toestand en na de maaltijd te verbeteren. Hart- en vaatziekte is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd. En als we kijken naar de cijfers in Nederland van 2019, dan zagen we dat iets meer dan 37.000 mensen overleden aan deze ziekte. En iets meer dan 1,6 miljoen mensen leefden toen dagelijks zelfs met deze chronische aandoening. En het aantal mensen dat dagelijks met deze aandoening leeft, wordt zelfs alsmaar groter en groter. Als we kijken naar hoe hart- en vaatziekte ontstaat, zullen we eerst kijken naar hoe is een bloedvat opgebouwd. Bloedvat is opgebouwd uit 3 lagen. De buitenste laag is een laag bindweefsel. Deze laag geeft stevigheid aan het bloedvat. De middelste laag is een spierlaag. Deze spieren die kunnen ontspannen, daarmee wordt het vat groter. De spieren kunnen ook samentrekken. En daarmee wordt het vat kleiner. En hiermee wordt de bloedtoevoer naar organen gereguleerd. De binnenste laag noemen we met een heel mooi woord de endotheellaag. Deze laag staat in direct contact met het bloed en speelt een hele belangrijke rol bij het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Daarom wil ik graag even iets verder inzoomen op deze bloedvatwand. Deze endotheellaag bevat namelijk een enzym. Een enzym is een eiwit dat een stof A kan omzetten naar een stof B. Als wij voeding eten, breken we dit af tot individuele kleine voedingsstoffen. En deze komen in ons bloed terecht. Dat enzym in die endotheellaag kan deze bepaalde voedingsstoffen omzetten naar stikstofmonoxide. Dit stikstofmonoxide werkt dan in op deze spierlaag en dat zorgt voor verwijding. Wat betekent dat het vat groter wordt. In een normale en gezonde situatie zien we dat de stikstofmonoxideproductie en de afbraak heel mooi met elkaar in balans zijn. Als we ongezond gaan leven en eten, dan ontstaat er een verstoorde endotheelfunctie. Dan zien we dat de productie juist omlaag gaat, terwijl de afbraak van stikstofmonoxide omhoog gaat. En hierdoor wordt die balans verstoord en dit
resulteert uiteindelijk in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De functie van deze endotheellaag kunnen we ook meten. We plaatsen in dat geval een bloeddrukband om de onderarm bij een persoon. En met een echoapparaat, waarbij we normaal gezien naar de baby in de buik van zwangere vrouwen kijken, brengen we dit keer de slagader in beeld, wat we heel mooi hier kunnen zien. Zodra we deze mooi in beeld hebben gebracht, gaan we voor 13 minuten een meting starten. Tijdens de eerste 3 minuten doen we eigenlijk helemaal niets. Kijken gewoon hoe de slagader in rust is. Dan gaan we voor 5 minuten, dus op minuut 3, de bloeddrukband opblazen en op minuut 8 laten we deze weer los. Door het loslaten van deze bloeddrukband vindt er een reactie in de slagader plaats. Er wordt stikstofmonoxide geproduceerd, wat betekent dat het vat in het grootte gaat toenemen. Dus eigenlijk wat we doen is, we kijken naar de diameter van de slagader voor het opblazen van de bloeddrukband. En kijken dan na het loslaten van de bloeddrukband wat de maximale toename in diameter is. Deze maximale toename drukken we uit als een percentage van de diameter in rust. Als we deze meting herhaaldelijk uitvoeren, bijvoorbeeld vandaag en dan weer morgen, en we zien dat dit percentage stijgt, dan zien we dit als een verbetering van de endotheelfunctie. Zien we dat het percentage daalt, dan spreken we van een verslechtering in endotheelfunctie. Als we hart- en vaatziekten willen tegengaan, zullen we dus de endotheelfunctie moeten verbeteren. Dit kunnen we doen door middel van de stikstofmonoxidebalans te herstellen. Bepaalde voedingsstoffen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Voedingsstoffen die stikstofmonoxide kunnen verhogen, zijn onder andere L-arginine. L-arginine is een eiwitstukje dat zich bevindt in noten, vlees, kaas en andere zuivelproducten. In dit proefschrift hebben we ons gefocust op de noten. Tevens kan nitraat ook de stikstofmonoxideproductie verhogen. Nitraat zit onder andere in bieten, sla en spinazie. En in dit proefschrift hebben we ons gefocust op de bieten. Een laatste stofje is nog L-citrulline. L-citrulline is een eiwitstukje dat zich bevindt in watermeloen. En daarom hebben we ook watermeloen onderzocht in dit proefschrift. In de komende paar minuten wil ik graag 4 van mijn eigen onderzoeken toelichten. Om te beginnen met een onderzoek waarbij we gekeken hebben naar de effecten van voeding in het algemeen op endotheelfunctie. In dit onderzoek hebben 18 mannen tussen de 18 en 70 jaar oud aan deelgenomen. Deze mannen hadden overgewicht of obesitas en leden niet aan hart- en vaatziekten. Zij namen deel aan 3 afzonderlijke meetmomenten, waarop ze op willekeurige volgorde een maaltijd rijk aan vet, koolhydraten of eiwitten innamen. Bij deze mannen hebben we de endotheelfunctie bepaald in nuchtere toestand, dat betekent 's ochtends vroeg zonder dat men een maaltijd heeft genuttigd, en 2 uur na inname van de maaltijd. Wat we zagen in het onderzoek is dat in nuchtere toestand er geen verschil was in endotheelfunctie. 2 uur na inname van de maaltijd zagen we in alle 3 gevallen een daling in de endotheelfunctie. We hebben ook het verschil berekend tussen nuchter en na 2 uur en de verschillen met elkaar vergeleken. En wij zagen geen verschil tussen de 3 verschillende voedingsstoffen. Aan de hand van dit onderzoek konden we dus concluderen dat voeding in het algemeen geen effect had op de endotheelfunctie. Vervolgens wil ik een onderzoek toelichten waarbij we L-arginine en nitraat beide onderzocht hebben. Ook aan deze studie namen 18 mannen deel. Ze waren tussen de 40 en 70 jaar oud en hadden een buikomtrek groter dan 102 centimeter. Wat we met een heel mooi woord abdominale obesitas noemen. Ook deze mannen leden niet aan hart- en vaatziekten. Zij namen deel aan meerdere afzonderlijke meetmomenten waarop zij als controleproduct de maaltijd hoog in vet van mijn vorige onderzoek ontvingen. Aan deze maaltijd rijk aan vet hebben we dan nitraat in de vorm van bietenpoeder toegevoegd of juist L-arginine in de vorm van een L-argininepoeder. Ook hebben we nitraat en L-arginine gecombineerd waarbij we een hoge of een lage dosering L-arginine toevoegden. Op de meetdagen hebben we en de teelfunctie zoals in het vorige onderzoek in nuchtere toestand en 2 uur na inname van de maaltijd bepaald. In het onderzoek zagen we in nuchtere toestand geen verschil in de endotheelfunctie. 2 uur na inname van de maaltijd zagen we dat de endotheelfunctie daalde. Als we verschillen berekenen, zagen we iets interessants. De maaltijden die nitraat bevatten, zorgden voor een minder sterke daling in de endotheelfunctie, of er nu L-arginine wel of niet aan was toegevoegd.
Aan de hand van dit onderzoek concludeerden we dat L-arginine zelf geen effect had op de endotheelfunctie, maar dat nitraat een positief effect had. Vervolgens wil ik een onderzoek toelichten waarbij we gekeken hebben naar L-citrulline. In deze studie hebben we in tegenstelling tot de vorige twee onderzoeken geen proefpersonen deelgenomen, maar hebben we de reeds bestaande en gepubliceerde literatuur onderzocht. Het was van belang dat in deze onderzoeken L-citrulline in de vorm van een tablet of een poeder of juist in de vorm van watermeloen aan de proefpersonen was gegeven en dat vaatfunctie, waaronder endotheelfunctie, was gemeten. In het onderzoek konden we uiteindelijk 26 artikelen meenemen. Als we kijken naar de studies die L-citrulline in de vorm van een tablet of een poeder gaven, waren er 6 artikelen die keken naar de acute effecten. Dat betekent men meet direct eigenlijk na inname van het tablet of poeder. En naar de 12 artikelen hebben we naar de lange termijn effecten gekeken. En bij lange termijn bedoelen we dat de proefpersonen het tabletje voor dagen, weken of zelfs maanden hebben ingenomen. Als we kijken naar de watermeloenstudies, dan hadden we 5 artikelen die keken naar de acute effecten en 5 artikelen die keken naar de lange termijn effecten. Van iedere individuele studie hebben we het verschil in endotheelfunctie bepaald. Dat betekent dat we gekeken hebben wat was de endotheelfunctie voordat ze het L-citrulline of watermeloen ontvingen. Dat was de endotheelfunctie daarna. Als het verschil negatief was, dan zien we dat als een verslechtering in de endotheelfunctie. Is het verschil positief, dan zien we dat als een verbetering. Als we kijken naar de L-citrulline tabletstudies, naar de lange termijn effecten, dan zien we dat we 2 studies hebben die beide een positief verschil laten zien. Als we van deze 2 studies het gemiddelde effect op de endotheelfunctie bepalen, dan zien we dat op de lange termijn L-citrulline een positief effect heeft op de endotheelfunctie. Voor de acute studies zien we dat we 2 studies hebben die een negatief verschil laten zien en 1 een positief verschil. Berekenen we het gemiddeld effect, dan zien we dat het net aan de positieve kant valt, maar dat het niet significant verschillend is. Voor de watermeloen hebben we geen lange termijn studies op endotheelfunctie, maar wel acute studies. Daar zien we eigenlijk exact hetzelfde als de L-citrulline tabletstudies. 2 laten een negatief verschil zien en 1 een positief verschil. Berekenen we het gemiddeld effect van deze 3 studies, dan zien we dat het ook weer net aan de positieve kant valt, maar niet significant verschillend is. Aan de hand van dit onderzoek concludeerden wij dat, misschien niet acuut gezien, maar wel te lange termijn, L-citrulline een positief effect heeft op de endotheelfunctie. Als laatste wil ik nog een onderzoek toelichten waarbij we naar L-arginine alleen gekeken hebben. Hier hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan als studie 3. We hebben weer gekeken naar de reeds bestaande en gepubliceerde onderzoeken. Ook in dit onderzoek was het van belang dat L-arginine in de vorm van een tablet of poeder gegeven was, of juist in de vorm van noten. En dat de effecten van deze stoffen op de endotheelfunctie waren bepaald. In het onderzoek konden we uiteindelijk 32 artikelen meenemen. Voor de L-arginine tabletstudies zagen we dat we 4 artikelen hadden die naar de acute effecten keken en 16 artikelen naar de lange termijn effecten. Voor de noten hadden we iets minder studies. 2 keken naar de acute effecten en 11 naar de lange termijn effecten. Hier hebben we weer hetzelfde gedaan, dus weer voor iedere individuele studie de verschillen en de endotheelfunctie bepaald. Als we kijken naar L-arginine, de acute studies, dan zien we dat we 2 een negatief verschil laten zien en 3 een positief verschil. We rekenen het gemiddeld effect van deze 5 studies, dan zien we dat dit een positief effect heeft op de endotheelfunctie. Voor de noten hebben we 3 studies en alle 3 laten ze een positief verschil zien. En als we het gemiddeld effect berekenen van deze studies, zien we dat dit ook aan de positieve kant valt, maar echt net niet significant verschillend is. Voor de lange termijn studies, als we kijken naar de L-arginine tabletten, zien we dat we 4 studies hebben die een negatief verschil laten zien, maar het overgrote deel van de studies laat een positief verschil zien. Als we het gemiddeld effect berekenen, is het dan ook niet verrassend dat het aan de positieve kant valt. Voor de noten voor de lange termijn zien we ongeveer hetzelfde. 2 laten een negatief verschil zien en het overgrote deel een positief effect. Als we het gemiddeld effect van deze studies berekenen, zien we dat ook op de lange termijn de noten een positief effect hebben op de endotheelfunctie. Dus aan de hand van dit onderzoek konden we eigenlijk concluderen dat, in tegenstelling tot mijn eerste studie die ik had laten zien, dat L-arginine op de korte en lange termijn positieve effect heeft op de endotheelfunctie.
En daarmee hebben de studies in het proefschrift laten zien dat deze stoffen wel degelijk ingezet kunnen worden om de endotheelfunctie op lange termijn te verbeteren en daarmee het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Daarmee geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor een bijzonder heldere uiteenzetting van het werk dat u heeft gedaan en de belangrijkste resultaten. Dan gaan we nu verder met de oppositie. En de oppositie zal worden geopend door professor Hesselink. Hij is hoogleraar fysieke activiteit en metabole gezondheid aan deze universiteit. Professor Hesselink. Dank u wel. Geachte promovenda, ik wil u feliciteren met de totstandkoming van uw proefschrift, wat een aantal mooie studies omvat die keurig uitgevoerd lijken en die mooi gedesigned zijn. En daarnaast nog een aantal knappe meta-analyses en dat is een knap stuk werk, waarmee gefeliciteerd en ook het promotieteam gefeliciteerd. U heeft het voor een deel over cardiovasculaire problematiek. Ik ken, en u kent hem eigenlijk ook, een middelbare man met cardiovasculaire, een beetje gammele toestand. En die wil er wat aan doen en die denkt, nou, ik pak wat van die poeders. Ik neem wat L-arginine, ik ken de supplementen die u noemt en die neem ik tot mij en dan komt het wel goed. Ik neem L-arginine, L-citruline, ik neem wat bietroetsap links en rechts. Ben ik goed bezig? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en uw vraag. Bent u goed bezig? Ja, de vraag is natuurlijk ook hoe u voor de rest leeft. Want als u alleen maar op de bank zit, chips zit te eten, dan zal dat net iets sterker wegen dan dat u wat poedertjes erbij inneemt. Goed. Ik zit niet alleen op de bank. Er komen mensen en die komen bij mij eten. En om die nou alleen maar cashewnoten en bietroet te serveren, vind ik ook een beetje karig. Dus ik ga voor ze koken. En ik maak een maaltijd met een uitje en een knoflook die ik fruit in wat olijfolie. Daar fruit ik een flinke hoeveelheid bladspinazie bij. Er komt een beetje gerookte zalm bij in. Een beetje crème fraîche. En dat serveer ik met spinazie en eigenlijk met spaghetti. Flinke bom koolhydraten. Wat vindt u van deze maaltijd? Klinkt lekker. Vanuit cardiovasculair perspectief bezien. Nee, ja. Wat we in eerdere onderzoeken hebben laten zien, is dat, dan kijk ik even naar postprandiale onderzoeken, is dat bijvoorbeeld een hoogvetmaaltijd of een hoogkoolhydraatmaaltijd laat een daling zien in de postprandiale endotheelfunctie. En qua bieten, spinazie is iets minder goed onderzocht, maar vooral de bieten zijn iets beter onderzocht. Daar ziet men dat de postprandiale daling eigenlijk een soort van teniet wordt gedaan als men daar bieten aan toevoegt. Dus zeker het toevoegen of het hebben van die spinazie in de maaltijd heeft zeker gunstige effecten. En een glaasje bietroetsap na met een watermeloen en wat cashewnoten. Is dat nog dan zeker geen kwaad. Goed. Dus ik kan eigenlijk, zegt u, ondanks uw hoofdstuk 2 waarin u zegt dat ik voeding bekijk, zie ik zelf die effecten niet zozeer. Hè? Want u ziet wel de individuele componenten, maar zodra ze in de voeding vermengd worden, ziet u die positieve effecten in ieder geval in die studies niet zo nauwkeurig. Maar u denkt toch dat ik op deze manier wel of niet wat kan doen aan mijn flow-mediated dilation? Ja, het belangrijkste wat telt, men kan één keer iets innemen wat een negatief effect heeft op de endotheelfunctie. Dat heeft op zich geen grote effecten voor je lange termijn endotheelfunctie als je de rest van de dagen gewoon gezond eet. Dus één keer een maaltijdsrondetje kan geen kwaad. Okay. Maar wij zagen inderdaad geen effecten. Maar het kan eigenlijk aan meerdere dingen liggen. Het kan liggen aan de studiepopulatie die wij gebruikt hebben. Het kan liggen aan de maaltijden die we gebruikt hebben. Want je ziet heel veel verschillen tussen studies eigenlijk. Er is ook een meta-analyse van Tom geweest, gepubliceerd in 2016. En die heeft ook gekeken naar de effecten van de macronutriënten op endotheelfunctie. Over het algemeen kan men concluderen dat een hoog vetmaaltijd en een hoog koolhydraatmaaltijd postprandiaal gezien zorgt voor daling in de endotheelfunctie. En interpreteer ik dan goed dat hoofdzakelijk komt door een daling van de biologische beschikbaarheid van NO? Ja, want als men een hoog vetmaaltijd consumeert, dan krijgt men een postprandiale stijging in de tricky slide rich lipoproteins, de TRL's. Mm-hmm. En deze, ik even goed denken, die stimuleren pro-inflammatoire pathways, dus nucleair factor kappa beta, mitogen activated protein kinase. En dat uiteindelijk zorgt er dan voor dat NO minder wordt geproduceerd. Kijk je naar de koolhydraten,
kan het eigenlijk twee kanten op, want er is ook in studie heeft laten zien dat koolhydraten een gunstig effect hebben. Maar het probleem van de koolhydraatrijke maaltijden is eigenlijk dat de meeste studies een oral glucose load gebruiken. Dus die geven 100 gram of 100 energieprocent zeg maar, van suiker. En dat is niet realistisch, want je eet nooit een maaltijd 100% koolhydraten. Want koolhydraten op zich, het zorgt daarna dat je bloed insuline stijgt. Insuline kan als een vasodilator werken, waarbij het dus stikstofmonoxideproductie stimuleert. Maar het kan ook er juist voor zorgen dat hyperglycemie ontstaat. En dan zie je juist dat ATMA stijgt en wel je NO daalt. Mm-hmm. En daardoor juist voor verslechtering zorgt. Dus die NO-balans die is eigenlijk vrij delicaat. Het is niet, die wordt makkelijk verstoord. Of leg ik dan iets in de mond waar ik niet waard is? Ja, wat is makkelijk. Ja, je kunt het met een maaltijd zou je het kunnen verstoren, ja. Maar men ziet wel dat naarmate men risicomarkers heeft voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, dan ziet men al dat de ATMA-levels hoger zijn, dan is die balans al meer verstoord. Ja. Maar deze kennis die hadden wij in de tijd dat wij jagers verzamelaars waren, hadden wij die niet, denk ik. Vermoed ik. Dus wij namen gewoon een maaltijd en soms een watermeloen en soms een dingetje en soms een dangetje. En toch denk ik in die tijd was de cardiovasculaire problematiek minder dan dat die nu is. Zoals de effecten van voeding op NO-beschikbaarheid en het effect van NO op FMD, als die zo sterk zijn. En als FMD, zoals u zegt, ook zo'n belangrijke voorspeller is van cardiovasculaire ziekte. Hoe hebben wij dan ons evolutionair ontwikkeld tot waar we nu staan? Hadden we dan... Is er iets dat we in het verleden misschien meer deden dan nu, dat ook zijn effect zou hebben op FMD en dat niet vanuit de voeding komt? Nou ja, als je echt vergelijkt met de jagers en verzamelaars, nu hebben we natuurlijk een maatschappij, overal waar je komt is er eten en drinken en we eten de hele dag eigenlijk. Terwijl vroeger hadden we vandaag een maaltijd en ze moesten gaan jagen, hadden we misschien over een week weer eten. Dat was natuurlijk heel anders. Dus nu hebben we eigenlijk een soort van maatschappij gecreëerd waarbij we veel minder bewegen. En overal kunnen we steeds aan heel energierijk voedsel komen. Ik kon het woord bewegen in het proefschrift volgens mij niet vinden. Nee, dat is correct. Dat doet u voedingsinterventies, dus ik kan me dat voorstellen. Maar is er een rol voor beweging in FMD-metingen? Of eigenlijk niet zozeer in de metingen, want daar komen mensen nog op. Maar is er een rol voor beweging op endoteelfunctie? Zeker. Er is zeker een rol voor beweging op endoteelfunctie. Als men herhaaldelijk, als men sport, dan krijgt men eigenlijk een stijging in de arteriële zeerstress. En dat stimuleert het endoteel. En als men dat herhaaldelijk doet, dan ziet men inderdaad een verbetering in de endoteelfunctie. Dus je zegt, basaal verwacht u een betere endoteelfunctie. Ik heb ook al artikelen gelezen die zeggen van ja, maar na acute inspanning zien we eigenlijk een verslechterde endoteelfunctie. Of een soort bifasische respons. Zou het kunnen dat u met de keuze voor uw postprandiale meting na 2 uur, dat er eigenlijk ook in de voeding een bifasische respons zit, maar dat u door de keuze van uw 2-uursmeting die bifasische respons mist? Of is die er gewoon niet bij voeding? Nou, wat we eigenlijk bij voeding zien, het is eigenlijk heel interessant. We hebben meerdere studies, zoals Brookie, Defla, ieder uur gemeten. En je kunt dan ook heel makkelijk de plasma en de serumwaardes meten. Dus je ziet ook wat echt in het bloed gebeurt. Je ziet heel vaak dat de plasmawaardes nog steeds hoog zijn, ook bijvoorbeeld ook 4 uur, als men kijkt naar nitraat. Maar dat we op 4 uur heel vaak geen effecten meten, maar 2 uur juist wel. En dat heeft Brookie onder andere laten zien. En Rodrigo Mateus heeft dat ook heel mooi laten zien. Mm-hmm. U heeft het over nitraat. Heb ik nog een minuut of zijn we voorbij? Er is nog een minuutje. Ja. En dan ga ik even naar, ik denk dat het hoofdstuk 4 is, waarin u nitraat combineert met een vetrijke maaltijd. Of althans een maaltijd waar ook vet in zit. En het gaat mij erom dat u een dosering gebruikt. En dat is van beetroot-sap, waarvan u zegt van ik gebruik, dacht ik, als hoogste dosering 200 milligram. En u vindt niet de positieve effecten die in een eerdere studie wel gerapporteerd zijn op 500 milligram. Waarom heeft u voor 200 gekozen? Hele goede vraag. We hebben voor 200 milligram gekozen omdat we eigenlijk... een hoeveelheid wilde gebruiken die ook met de voeding ingenomen kon worden. Omdat je dan kunt zien, wat als men een spinaziemaaltijd eet, wat gewoon een normale Nederlander zou eten, wat zouden dan de effecten zijn? Want als je 200 milligram wil binnenkrijgen, dan zul je bijvoorbeeld 67 gram rauwe sla moeten eten,
106 gram gekookte spinazie en qua bieten 93 gram. En voor die 500 milligram moet je echt een stuk meer eten. En dat ligt echt ver boven wat men dagelijks binnenkrijgt. Want gemiddeld eten we in Nederland maar 145 gram groente per dag. Mm-hmm. En daar krijgen we echt geen 500 milligram nitraat meer binnen. Oké. Dan ben ik tevreden met de antwoorden en geef ik het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Thijssen. Professor Thijssen is hoogleraar cardiovasculaire fysiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is aanwezig online. Welkom, professor Thijssen. En het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw de conrector. Geachte promovenda, ten eerste van harte gefeliciteerd met een prachtig mooi boekje, een prachtig mooie serie aan studies waarbij er een hele duidelijke richting, een hele duidelijke focus is op de endotheelfunctie. En een aantal dieetstudies, ook de studies, sluiten heel mooi op elkaar aan die u net heel mooi heeft toegelicht. Voordat ik mijn eerste vraag stel, zou ik graag een van uw paranimfen willen vragen om stelling 6 voor te lezen. A sedentary lifestyle negatively affects vascular endothelial function in the lower extremities, but not in the upper extremities. Dank u wel. Ondanks dat beweging misschien maar een hele kleine rol heeft gespeeld en niet uitvoerig aan bod is gekomen, ben ik toch erg blij dat te zien dat u het wel heeft opgenomen als een van uw stellingen. Dus u vindt het toch wel erg belangrijk en daar kan ik me helemaal in vinden. Als we toch even die stelling wat meer in detail bekijken, betekent dat de effecten van leefstijl, in dit geval zitgedrag, zich met name uiten in de onderste extremiteiten. En u richt zich op voeding. Het eten doen we vooral in zittende positie. Als we het dan eventjes wat breder trekken. Zou u niet veel beter hebben kunnen kijken naar de onderste extremiteit? Want al uw studies gaan over de brachialis. En die zit in de bovenste extremiteiten. Heeft u hier niet een basale fout gemaakt in uw proefschrift? Dank u wel voor uw mooie woorden en uw vraag. Wij hebben in één studie inderdaad, we hebben in de meeste studies inderdaad enkel naar de brachialis gekeken. In één studie hebben we naar zowel de brachialis als de femoralis gekeken. Dit onderzoek liet in ieder geval heel mooi zien dat als men zit, ziet men dat niet terug in de brachialis, maar wel in de femoralis. Het kan daardoor zijn dat interventies een verschillend effect inderdaad laten zien op de plek waar je meet. Het zijn beide wel perifere musculaire bloedvaten. Beide reageren ze, of is de FMD-meting en ook gemedieerd. Dus is eigenlijk het mechanisme hetzelfde. Maar u heeft zelf aangetoond dat er geen correlatie is tussen de brachialis en femoralis. Daarom hebben we het eigenlijk ook in die laatste studie onderzocht. En als we kijken naar het lichaam, zien we ook dat er door het hydrostatisch gradiënt, dat de femoralis meer aan een hoger bloeddruk wordt blootgesteld. En daardoor ook meer, vaatstijfheid laat zien dan in de brachialis. En daardoor kan het in veel gevallen interessant zijn om naast de brachialis, ondanks dat die als enige geassocieerd is met het risico op hart- en vaatziekten, om ook naar de femoralis te kijken. Dus begrijp ik goed dat u eigenlijk een voorstander bent voor een meer inclusieve benadering waarin zowel de bovenste als onderste extremiteiten gemeten zouden moeten worden? Of blijft u toch richten op vooral de bovenste extremiteiten? Nou, als je meerdere plekken, zeg maar, de vaatfunctie of de endotheelfunctie bepaalt, kan dat een meer geheel plaatje geven over iemands toestand. We hebben bijvoorbeeld in één studie ook de CAR-meting uitgevoerd. En er is een studie die heeft laten zien dat die meting juist gelinkt is aan cerebrovasculaire ziekte, zeg maar. Terwijl de brachialis en de femoralis zijn meer gelinkt aan coronaire hart- en vaatziekte. Maar aangezien we meerdere types hart- en vaatziekte hebben, het valt allemaal onder hetzelfde kopje, maar dat kan men dan iets anders in het lichaam terugzien. Dus het is zeker interessant om bij interventies in de toekomst vaker te kijken naar meerdere plekken, de brachialis en de femoralis, en misschien ook de CAR-meting toe te voegen. Oké. Dank u wel. Ik zou even graag door willen naar hoofdstuk 3.
een hele hoop werk, wat ik begrijp en wat ik zo lees. Maar misschien was dit werk niet nodig geweest als ik kijk naar de aanleiding van de studie. Want als ik hier even letterlijk lees in de introductie. It is thus of interest to examine the effects of tree nut and groundnut consumption on FMD can be explained by the amino acid L-arginine. Dus je wil specifiek kijken of die notenconsumptie op de FMD, of dat komt door L-arginine of de NO-pathway. Toen ik dat las, dacht ik van, de kandidaat gaat een studie doen, een labstudie, waarin er farmacologisch de NO-pathway of L-arginine geblokkeerd wordt en wordt gekeken wat dat doet. Maar er wordt een meta-analyse uitgevoerd. Kunt u uitleggen waarom u heeft gekozen voor een meta-analyse en niet voor wat in mijn ogen de meest logische keuze was geweest om deze vraag eigenlijk te beantwoorden? Zeker kan ik dat uitleggen. Als men iets in het lab uitvoert, ja, dan weet je in die omstandigheden hoe het werkt. Maar het menselijk lichaam werkt niet altijd zoals het in het lab is. Zo zien we tussen populaties grote verschillen in, als men L-arginine inneemt, hoeveel dat daadwerkelijk in de bloedvaten terechtkomt. In de darm zitten alginases die L-arginine wegvangen. En we zien bijvoorbeeld als iemand een hogere bloeddruk heeft, of al een risico loopt op hart- en vaatziekten, dat die alginases bijvoorbeeld zijn upgereguleerd. En dan wordt er juist meer L-arginine weggevangen. Als men dan een L-arginine interventie uitvoert, dan zal die wellicht minder effect hebben. En daarom wilden wij graag kijken in het lichaam, nou, als men L-arginine geeft, misschien hebben de noten evenveel effect als L-arginine, misschien hebben ze meer effect, omdat er ook andere gunstige stoffen in zitten. Misschien hebben ze minder effect, omdat in de noten natuurlijk ook minder L-arginine zit. Want in de studies geven ze 3 tot 21 gram L-arginine. Terwijl als je kijkt naar de noten, zien we dat we tussen de 0,3 en 2,6 gram L-arginine eigenlijk maar hebben. Ze wilden ook graag zien, is er dan een dosrespons? Hoe meer, hoe beter. Maar dat zagen we dan maar niet. Heb ik daarmee uw vraag helemaal beantwoord? Nou, het wordt mij ineens duidelijk waarom u de studie heeft uitgevoerd. En u heeft mij door die ene zin in de introductie iets wat op het verkeerde been gezet. Omdat u suggereerde dat u wilde weten wat het mechanisme is van de mogelijke verbetering in FMD na de inname van noten. Maar ik begrijp nu dat het toch net iets genuanceerder ligt. En dit doet niet af van de kwaliteit van de studie, want wat ik net al aangaf, het is een behoorlijk groot werkje geweest. Waarin ik toch nog een aantal vragen heb. U heeft zich vast in de voorbereiding op vandaag ingelezen in wat de precieze achtergrond van de verschillende opponenten is. En u kwam vast het woordje FMD bij mij tegen. Dus u heeft zich daar vast heel goed op voorbereid en ik ga u niet teleurstellen. Dus ik heb ook een paar vragen over de FMD. Als eerste, en het is geen strikvraag. Wat vindt u van de FMD als meting? En dan met name praktisch gezien. Praktisch gezien, als in hoe ik hem uitvoer? Ja. Nou, in de eerste keer, in het begin toen we zeiden je moet die meting gaan doen, toen had ik al even iets van dit wordt veel oefenen. Dus ik heb in het begin uren alleen maar in het lab zitten oefenen op mensen, verschillende mensen. Uiteindelijk had ik de afdeling wel 4 keer gehad. Toen heb ik maar mensen van buitenaf gevraagd om goed te kunnen oefenen. Dus het is wel het is een best lastige meting en hij is ook echt uitvoerig afhankelijk. Dus dat is wel een nadeel aan de FMD-meting. Dat is heel herkenbaar en gelukkig dat u dat ook aangeeft. Het is geen simpele meting. Als ik dan kijk naar een meta-analyse, dan zie ik dat u behoorlijk wat studies heeft geïncludeerd. Wat is uw inschatting van hoe al deze verschillende auteurs, al deze verschillende labs, de metingen die over een tijdsperiode van 25 jaar zijn uitgevoerd. Hoe zijn die metingen uitgevoerd kwalitatief? Ja, ik was er natuurlijk niet bij, maar ik hoop net zo goed dat als wij de meting uitvoeren. Dat ze echt goed getraind zijn en ja. Ja. Heeft u daarnaar gekeken op een bepaalde? Heeft u de kwaliteit van deze uitkomstmaat bekeken, hoe deze is uitgevoerd?
Nou ja, men kan natuurlijk zeggen, hoe groter de variatie in de meting, des te slechter de uitvoering was. Maar je hebt natuurlijk meerdere proefpersonen. En als je meerdere proefpersonen hebt, krijg je uiteraard ook variatie in je meting. Dus dan zul je naar de binnenpersoonsvariatie moeten kijken. We hebben wel naar de studies gekeken. Uiteindelijk zagen we niet echt gekke dingen. Het enige wat we zagen in die meta-analyse was dat er één studie was die echt een uitschieter had qua waardes. En eigenlijk hebben we ook gekeken wat er gebeurt als we die studie wel en niet verwijderen. Maar qua kwaliteit van de FMD-meting zagen we geen vreemde... Nee, en dan heeft u gekeken naar de variatie in de FMD. Ik zie hier op pagina 72 en 73, en daar was ik in eerste instantie erg blij mee, dat u naar de measurement of the outcome heeft gekeken. En daar ga ik heel eventjes vanuit dat dit de measurement, de FMD, is geweest. Maar daar zou ik graag toch nog heel even wat extra informatie over willen. Want u bent in mijn ogen erg mild voor al deze studies. Want u vindt ze allemaal een low risk hebben. Is dat echt zo? Want u beschrijft net in het begin van, ik heb heel lang moeten trainen. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Het is operator dependent. Nou, het klinkt alsof u in uw handen en in uw lab dat perfect kan uitvoeren. Maar ik heb dat vertrouwen nog niet helemaal voor deze meta-analyse of al deze studies dat op dezelfde manier hebben gedaan. Had u hier niet voor moeten communiceren en op welke manier heeft u daar toch nog naar gekeken? U verwijst naar de Cochrane Risk of Bias Assessment dat we hebben gedaan. Daarbij kijk je dus naar 5 domeinen. En eigenlijk aan de hand van vragen stel je op of een studie nou low risk, some concerns heeft of juist een high risk. En eigenlijk, u verwijst naar domein 4, is eigenlijk gewoon de vraag of de juiste meting gebruikt is om de uitkomstmaat te meten. Ja, om endotheelfunctie te meten is de FMD een hele goede meting om endotheelfunctie te meten, zeker non-invasief. Het is inderdaad iets moeilijker om te zeggen, is de kwaliteit wel of niet goed? Daar we niet echt voor gecorrigeerd, zeg maar, binnen de studies. We hebben wel geprobeerd te kijken, kunnen we kijken naar studies die bijvoorbeeld de curve distaal of proximaal plaatsen. Maar dan zie je dat de meesten eigenlijk hetzelfde doen als wij. Die plaatsen de curve op de onderarm, dus daar waren eigenlijk ook weinig verschillen. En zo zagen we eigenlijk, ook als we keken naar wat studies rapporteerden, heel veel studies verwezen naar de guidelines van 2011, volgens mij, hoe een FMD-meting uitgevoerd moet worden. Dus er moet een temperatuurgecontroleerde ruimte zijn. Het moet schemering, zeg maar. Het moet niet te fel licht zijn. Al die standaard dingen. Proefpersonen kregen guidelines mee. Dus niet van tevoren, sowieso nuchter, maar niet de dag van tevoren alcohol drinken. Niet 2 dagen van tevoren fysiek inspannen. Dat soort guidelines. De studies gaven aan dat ze dat wel gevolgd hebben. Of ze dat daadwerkelijk gedaan hebben, kan ik natuurlijk nooit controleren. Maar dit is wat ze rapporteren. Dank u wel. Ik heb nog verschillende vragen, maar gezien de tijd laat ik die schieten. Ik ben zeer tevreden met het antwoord. Dank u wel. Dank u wel, professor Thijssen. De oppositie zal worden voortgezet door dokter Sudama Mutu. Zij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Ze is ook online aanwezig en het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw de conrector. Geachte kandidaat, ja, allereerst indrukwekkend proefschrift. Ik wil u feliciteren, maar ook uw promotieteam met het afronden van al deze studies. Niet één RCT, niet één meta-analyse, maar meerdere. En één op zich al is, ik weet hoeveel werk het is om dit uit te voeren. Dus heel knap werk. En ook de rode draad door het proefschrift is natuurlijk de endotheelfunctie, waar al een hele mooie discussie over is ontstaan tot nu toe. Ik ga wat meer in op hoofdstuk 6 en zou graag een van uw paranimfen willen uitnodigen om stelling 4 op te lezen. The intake of a drink providing inorganic nitrate does not affect 4-hour endothelium function of both central elastic and peripheral muscle arteries in abdominal obese men. Ja, dank u wel. Mijn vraag is gerelateerd aan deze stelling.
Eigenlijk formuleert hij de conclusie van hoofdstuk 6. En ik vraag me af wat nou de belangrijkste verklaring is voor deze conclusie, voor deze bevinding. U bedoelt, hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en uw vraag. U bedoelt dat ik wel moet verklaren waarom wij op 4 uur geen effecten zien en dat dit mogelijk verschilt voor andere studies. Ja, correct. Daar kunnen meerdere verklaringen voor zijn. Het is mogelijk dat het tijdstip van de meting kan verklaren waarom we op 4 uur niet zien. Ook al kijken we naar de plasmanitraat en nitrietwaarde, zien we dat het piekt op 1 uur en nog steeds tot 5 uur lang verhoogd blijft. Dat zien we in onze studie. We zien vergelijkende resultaten in andere studies. Maar we zien alsnog op 4 uur gewoon geen effect. Het kan daarom zijn dat men door die piek wordt het endothel getriggerd om stikstofmonoxide te maken. Maar dat eigenlijk het langer hoog blijven van die plasmawaardes niet verder het stimuleert om NO stikstofmonoxide te blijven aanmaken. Dat men daarom op 4 uur niets ziet. Dat kan een verklaring zijn. Daarnaast kan het ook zo zijn dat het nodig was geweest om juist een stressor toe te dienen en daaraan juist nitraat toe te voegen. Dus is er bijvoorbeeld een studie geweest, ook binnen onze groep, maar ook andere studies, waarbij als men een vetrijke maaltijd geeft, dan ziet men de daling op, in endotheelfunctie en dan pikt men het positieve effect op van de nitraat, doordat men die daling niet meer ziet, of juist een stuk minder sterk. Het kan ook zo zijn dat de studiepopulatie misschien een belangrijke rol speelt. Er zijn studies in gezonde proefpersonen die laten juist wel effecten zien. Het kan zijn, we hebben mensen met abdominale obesitas gebruikt, misschien dat ze toch een minder sterk reageren op gunstige stoffen in de postprandiale fase. Ik denk niet dat het zozeer ligt aan dat we nitraatzout hebben gebruikt, omdat er ook studies zijn geweest die hebben gekeken, als we nitraatzout geven, we geven bietensap, we geven een rucola-drank, een spinazie-drank, de effecten op de plasmawaardes van nitraat en nitriet zijn gelijk. Dus aan de hand van die plasmawaardes zou men ook zeggen, de effecten op endotheelfunctie zijn gelijk. Oké, okay, u heeft daar wel overwogen een antwoord gegeven. En ik vroeg me af dan of u dan denkt, als ik een aanbeveling moet schrijven, dit nu maar niet aanraden, want dit komt niet uit mijn studie. Nee, zeker niet. Ik zou nog altijd nitraatrijke voeding aanraden. Dat zit nog altijd in groenten. Groenten zijn gewoon gezond. En het wil niet zeggen dat als wij postprandiaal geen effect zien op 4 uur, dat dat op de lange termijn geen gunstig effect heeft voor onze endotheelfunctie. Oké, maar bent u dan niet een beetje voorbarig nog, zeg maar, qua conclusie? Want zou u misschien ook uw antwoord kunnen formuleren in termen van de methodologie die u gebruikt heeft? Zou dat nog een rol kunnen spelen in het niet vinden van dit verband? Hele goede vraag. ik denk dat als we een andere maat gebruikt hadden, dus niet endotheelfunctie, geen FMD gebruikt hadden, maar we hadden een andere maat van vaatfunctie gemeten, postprandiaal, zitten daar ook nog wat dingen aan. Als je de pulse wave velocity uitvoert, worden de effecten juist beïnvloed door de bloeddruk. Postprandiaal zien we heel vaak veranderingen in bloeddruk. Dus dat kan men niet zeggen dat men verandert de vaatfunctie of de vaatstijfheid. En daarnaast, ja. Dus ik denk niet dat het aan de methodologie ligt, zeker niet aan de FMD die we gebruikt hebben. Oké, maar dan trek ik u, denk ik, u heeft het nu over een andere uitkomstmaat. Maar als we even blijven bij deze uitkomstmaat, hè, wat vindt u nou van het gebruik van een RCT, het klassieke design, om voedingsonderzoek mee te doen? Ja, het is een gestand. Ja, je kunt alles zeg maar heel goed standaardiseren. Alles is gelijk. Mensen komen onder dezelfde condities binnen. Men kan alles heel goed reguleren. Dus men kan veel beter zeggen, als we dit voedingsproduct aan iemand geven, dan heeft dat deze effecten. Terwijl als men mensen gewoon zo observationeel zullen volgen, dan spelen veel meer factoren een rol. Heeft die persoon die dag juist wel of niet gesport?
Heeft hij alcohol gehad? Dat soort dingen. Heeft hij heel veel stress die dag ervaren? Wij proberen alles zoveel mogelijk gestandardiseerd te hebben tijdens zo'n testdag. En met een RCT kan men het beste zo'n effect oppikken. Ja, nou zegt u iets heel moois eigenlijk, dat u dat goed kan standaardiseren. Maar als ik dan kijk naar hoofdstuk 6, hè, kunt u mij dan aangeven of dat ook geslaagd is volgens u, dat standaardiseren van al die confounders? Pak even hoofdstuk 6 erbij. Nou, men ziet natuurlijk wel altijd kleine verschillen in de baseline-waardes. Want ik neem aan dat u op de baseline-waardes doelt. Mm-hmm. Maar het is, ja. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik hierop moet antwoorden. Maar we hebben natuurlijk, je meet dezelfde mensen gewoon 2 keer opnieuw onder dezelfde condities. Dus in principe heb je gewoon dezelfde persoon voor je en standaardiseer je het gewoon zo goed als mogelijk. En als je nu een verschil in bijvoorbeeld baseline hartslag oppikt, ja, het is heel lastig om dan vast te stellen waar dat precies aan ligt. Want mensen krijgen instructies om de dag ervoor hetzelfde te eten, om op dezelfde manier naar ons toe te reizen. Ja, misschien dat ze iets slechter geslapen hebben, maar daar heb ik heel weinig invloed op. En dat is gewoon ook iets wat in het normale leven ook altijd een rol zal spelen. Ja, maar u pikt over het algemeen vergelijkbare resultaten op als je kijkt naar tabel 6.2. Maar er zitten ook wel wat verschillen. Bijvoorbeeld de brachial velocity flow, daar zitten wat verschillen in. En ook de peak, volgens mij, zitten wat verschillen in. 67 en 82. En ook in uw tabel supplemental table 6.3 zag ik wat verschillen in de insulinewaardes tussen beide groepen. Hoe had u hiermee om kunnen gaan in uw analyses? Nou, men zou altijd zoiets als een confounder kunnen toevoegen aan het model om te corrigeren hiervoor. U zegt bijvoorbeeld, er zien wat verschillen, maar ze waren niet significant verschillend. En verschillen, je zult nooit, als ik iedereen hier in deze zaal meet en ze hebben vandaag een glucose van 5.0, als ik ze volgende week zou meten, wil niet zeggen dat ik weer 5.0 oppik. Dus dat er wat variatie in zit, is natuurlijk normaal. Maar men had het inderdaad als een covariaat model kunnen toevoegen, om te corrigeren. Ja, nou dat is echt dat is zeker aan te raden. Maar u heeft ook niet bijvoorbeeld bewegen gemeten, hè, hierin. En een bepaalde factor, misschien rookgedrag of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de uitkomst. Dus ik vroeg me af inderdaad hoe u denkt, zeg maar, over het design die gebruikt is in termen van die randomisatie en misschien ook wel in termen van de sample size die gebruikt is. Tevoren natuurlijk de sample size berekend. We hebben een within subject variatie van 2.3% op de FMD meegenomen. In deze studie hadden we dan 18 mensen nodig. We hadden zelf een variatie van 2.0% en 18 mensen. Dus dat betekent dat we voldoende gepowered waren om een effect op te pikken. De condities en alles waren eigenlijk altijd hetzelfde. We gebruikten dezelfde ruimte, dezelfde mensen waren aanwezig. Ja, ze zijn geheel door een onafhankelijk persoon gerandomiseerd. Dus daar had ik ook geen invloed op. Mensen wisten ook niet wanneer ze wat gehad hadden. Ja, zover ik weet, we probeerden zelfs qua tijd waarop we hebben zelfs het tijdstip waarop we het drankje nitraatrijk of de placebo gegeven hebben gelijk gehouden. De eerste keer was het bijvoorbeeld misschien om 10 uur. Nou, dan de tweede keer, als ik iets eerder klaar was met meten, dan hebben we even een paar minuutjes gewacht en precies om 10 uur werd weer dat drankje gegeven. Zo hebben we echt geprobeerd alles exact gelijk te houden. Ja, nou, u noemt eigenlijk best wel wat sterke punten ook, hè, van uw design. En, mag ik u onderbreken gezien de tijd, wil ik graag verder gaan. Ja, nee, ik wou afronden ook, hoor, geen vraag meer stellen. Dus ik wilde afsluiten met de sterke en misschien fijn als u die ook kan vermelden in uw discussie bij het indienen.
Maar hartelijk dank voor uw antwoord. Hartelijk dank. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door professor Schalkwijk. Professor Schalkwijk is hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan deze universiteit. Dank u wel, mevrouw de prorector, geachte promovenda. Ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd en met u natuurlijk ook het promotieteam. Het is een fantastisch stuk werk, een mooie continuering moet ik zeggen van een mooie onderzoekslijn, waarin u nu nadrukkelijk heeft onderzocht wat effecten zijn van belangrijke supplementen en voedingsproducten in relatie tot endotheeldysfunctie, waarbij u endotheeldysfunctie meet in alle studies met FND. Dat is eigenlijk al uitvoerig besproken door professor Thijssen. En er zitten natuurlijk wel behoorlijk wat nadelen aan vast. De variatie is groot. Het is geen makkelijke meting, ook als je kijkt in de literatuur. In controles bijvoorbeeld varieert het van 0,23% naar 20%. Ondanks dat, u heeft zelf aangegeven dat u maanden nodig heeft gehad om het te leren, heeft u toch gekozen om in alle studies FND te meten. Als, u zegt zelf, de beste maat voor endotheelfunctie. En waarom heeft u daarvoor gekozen? Terwijl er andere maten zijn die veel eenvoudiger zijn. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en uw vraag. Het is inderdaad zo dat er eenvoudige metingen zijn, maar als men wil kijken naar endotheelfunctie, waar NO een belangrijke rol speelt, dan is FMD non-invasief de beste meting. Invasief hebben we een gouden standaard. Dat is de intracoronaire infusie van faseactieve agents. Andere meting hadden we ook kunnen kiezen, platysemografie, maar daar hangt dus weer aan. Het is inderdaad makkelijker, het is niet observer gevoelig, maar een groot nadeel is dat niet alles verklaard wordt door NO. Dus wij kijken heel specifiek naar voeding en hoe dat eigenlijk endotheelfunctie verbetert via stikstofmonoxide. Dus wij kijken, als we platysemografie gebruiken, zullen we misschien iets oppikken, maar dan weten we niet, ligt dat aan stikstofmonoxide of ligt dat aan iets anders? Maar ik dacht met name dat het belangrijk argument was dat FND sterk geassocieerd is met hart- en vaatziekten. En dat dat eigenlijk de basis was van de keuze voor FND. Dat klopt, dat ook. Ja, dat speelt ook een rol. Ja, maar dan wel de brachialis is geassocieerd. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar andere maten van endotheelfunctie of dysfunctie, die zijn bijna allemaal NO-afhankelijk. Die zijn veel makkelijker te meten dan FND. En toch heeft hij daar niet voor gekozen. Terwijl die eigenlijk wel zijn meegenomen in eerdere studies die we samen met jullie onderzoeksgroep hebben uitgevoerd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de expressie van, laat ik zeggen, VCAM, ICAM, noem maar op. Dat zijn maten die makkelijk te meten zijn in het plasma, die eigenlijk beter zijn in het kader van de voorspelling van hart- en vaatziekten dan FND. En die eigenlijk gevoeliger te meten zijn, met minder variatie, eenvoudiger, veel goedkoper. En dat heeft u dus niet overwogen. Ik zeg dit ook omdat wij natuurlijk een studie hebben uitgevoerd samen met de onderzoeksgroep, waarbij we mensen met overgewicht hebben laten afvallen, 10 kilo. We hebben daar ook FND gemeten. Maar naast FND hebben we een heel panel aan andere biomarkers gemeten die endotheeldysfunctie reflecteren. Voor FND zagen we ondanks de interventie geen effect. Voor die andere biomarkers die endotheeldysfunctie reflecteren, zagen we wel een significant effect. Dus alleen gebaseerd op die studie zou ik zelf een andere keuze hebben gemaakt. Ja. Maar de studie waar u naar verwijst zijn natuurlijk ook lange termijn studies. En ik denk postprandiaal gezien dat het makkelijker is om toch de FMD te gebruiken om te kijken naar wat er gebeurt qua NO en hoe dat verhoudt tot plasmamarkers en alles qua stikstofmonoxideproductie. Maar denkt u nog steeds dat het de beste maat is voor endotheeldysfunctie? Als je weet dat het merendeel van het endotheel eigenlijk helemaal geen grote vaten bevat, maar met name aanwezig in de kleine vaatjes overal in het lichaam, dan kan ik me voorstellen dat FMD misschien helemaal niet zo'n goede reflectie is van endotheeldysfunctie. En dat veel meer endotheeldysfunctie vanuit het microvasculaire vaatbed
ook geassocieerd met hart- en vaatziekte, veel relevanter is. Dat is een hele goede vraag. Ik durf je eigenlijk nu het antwoord niet zo te zeggen. Niet? Nee. En u heeft ook niet overwogen bijvoorbeeld om in het oog, want daar is ook de expertise aanwezig, om in het oog te kijken naar flikkerlight-induced dilatatie. En eigenlijk een andere manier om te kijken naar endotheeldysfunctie, de activering van het endotheel. Heeft u dat misschien overwogen? Is dat misschien makkelijker? Terwijl de techniek eigenlijk wel aanwezig is, ook in de onderzoeksgroep. We hebben bij de studies ook oogfoto's gemaakt. En dan kan men naar de AV-ratio kijken. Dus dat hebben we zeker overwogen. Maar uiteindelijk hebben we dat niet meegenomen in onze resultaten. Meer ook omdat we de brachialis is nog steeds gelinkt aan hart- en vaatziekten. En echt wilden weten, oké, stikstofmonoxide, wat doet dit nou eigenlijk precies op die FMD? Dat was echt onze hoofdvraag. Ja, u heeft zich met name gefocust op korte termijn effecten. Hè? Ja. Gemedieerd via de release van NO. Hoe verklaart hij het effect van L-arginine eigenlijk op lange termijn? Terwijl op korte termijn er eigenlijk geen effecten worden gevonden, op lange termijn gunstige effecten van L-arginine supplementen. Hoe verklaart hij dat? Het interessante aan L-arginine is eigenlijk dat we normaal gezien altijd, als we kijken naar onze plasmawaarden, genoeg L-arginine in ons lichaam hebben. Mm-hmm. Want je ziet, het enzym is eigenlijk verzadigd, want de microlisment constante van het enzym is 3,1 micromol. En de plasmawaarden zitten tussen de, voor vrouwen begint het bij 77 volgens mij micromol per liter. En bij de mannen is het rond de 80. En dat kan zelfs 100 micromol zijn. Dus dat is eigenlijk heel interessant, dat als we L-arginine toedienen, waarom zien we dan toch positieve effecten? Maar waarschijnlijk is het juist zo dat als je L-arginine toedient, krijg je juist een betere ratio tussen L-arginine en ATMA. Of juist zelfs een daling in ATMA. En ATMA is... staat gewoon bekend dat het ENOS, het enzym, remt. En daardoor valt die remming eigenlijk weg en kan men L-arginine juist gebruiken voor stikstofmonoxideproductie. We hebben gelijk een verklaring voor de arginine-paradox. Ja, juist. Exact. Ik ben tevreden met het antwoord en ik geef graag het woord terug aan de projector. Dank u wel. Dan is het tijd voor de laatste opponent. Dat is dokter Snijders. Hij is universitair docent aan deze universiteit. Dokter Snijders. Oké, dank u wel, prorector. En allereerst, geachte promovenda. Ook ik wil u feliciteren met het proefschrift wat u heeft geschreven. En dat is een prachtige collectie van studies die u heeft uitgevoerd. En deze felicitatie natuurlijk ook voor het promotieteam. En ik heb uw proefschrift met veel interesse gelezen. En aangezien de tijd nog kort is, zal ik proberen wat kort tot mijn punt te komen. Eerder ging de discussie al met professor Thijs al over van waar meet je nu eigenlijk de FMD, hè? In alle studies, experimentele studies, meet u het op de arm, maar in hoofdstuk 6 meet u het ook op de femoralis en meet u ook een respons op de halsslagade. Kun je misschien eerst toelichten waarom u in hoofdstuk 6 eigenlijk heeft gekozen specifiek voor die studie om het op 3 verschillende plekken te gaan meten? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en de vraag. In eerste instantie wilden we gewoon graag zien wat doet dit op FMD en de teelfunctie. De brachialis is eigenlijk tot nu toe de meest gebruikte methode. En pas in de laatste jaren is men ook de femoralis gaan meten en is men de CAR-meting gaan uitvoeren. En uiteindelijk vonden wij het heel interessant van misschien kunnen we die metingen wel vergelijken, zien we gelijke effecten als we een interventie toepassen. In eerste instantie waren we dus gewoon geïnteresseerd, oké, voeding, wat doet dit op endotheelfunctie? En dan hebben we gewoon de brachialis gepakt, omdat dat juist de gevalideerde plek is. We willen gewoon zo graag, heel graag een compleet plaatje van de vascular tree, van alles in ons lichaam qua vaatfunctie hebben. En daarom hebben we gezegd, nou dan gaan we ook in de femoralis meten. En dan gaan we ook de CAR-meting uitvoeren. De CAR-meting werkt via een iets ander mechanisme. Al is het exacte mechanisme niet helemaal bekend. Noradrenaline speelt een belangrijke rol om vasodilatatie te laten ontstaan tijdens die meting. Terwijl het sympathische zenuwstelsel juist een belangrijke rol
speelt dat er constrictie plaatsvindt. En het kan, omdat die meter ook nog een grotere range heeft, kan het ook nog zijn dat men juist sneller een effect oppikt als men een CAR-meting uitvoert, dan als men een FMD-meting uitvoert. Want we zien al dat we op zich op baseline best lage waardes hebben, in vergelijking met sommige andere studies. We hebben 4,3% in één studie, 6,0% en de andere studie zit daartussenin. Het kan ook zo zijn dat je dan minder sterk een effect oppikt, want die 1% punt daling waar we het over hebben, dat geassocieerd is met zoveel procent minder risico op hart- en vaatziekten. Dat is best veel als je maar een nuchtere waarde van 4 hebt. Okay, dank u wel. Want ik wil eigenlijk graag naar een punt toe binnen het hoofdstuk 6 en dat is op bladzijde 137. Daar kijkt u met name naar de halsslagader en dat vind ik interessant. Kijkt u naar figuur 6.2 en dan ziet u ook geen verschil tussen de nitraat en de placebo groep. Maar dat is eigenlijk het enige figuur in het hele proefschrift waarbij je eigenlijk de individuele respons eigenlijk weergeeft. En dat vind ik wel een hele interessante. Hoe kijkt u daarnaar van? Want gemiddeld ziet hij eigenlijk geen verschil tussen de groepen. Maar als we naar de individuele respons kijken, dan zie je dat er enorme verschillen zijn. Sommigen hebben een positieve respons, sommigen hebben een negatieve respons. Hoe kijkt u daarnaar? Dat klopt. Dat is ook voor de FMD-meting, de brachialis, zie je inderdaad ook individueel gezien grote verschillen. De ene persoon reageert veel sterker dan de andere persoon. De ene gaat op de andere meting zie je juist iets van een verbetering, met de andere juist iets van een verslechtering. Dat zie je ook heel mooi in dit plaatje. Het is inderdaad de individuele respons. Ik heb daar heel lang naar gekeken, maar ja, ik kan niet verklaren waarom één persoon juist sterk stijgt als ze placebo geven en andere juist sterk daalt. Want men verwacht dat placebo natuurlijk een minder sterk effect heeft. Het interessante wel hier is, we hebben natuurlijk alleen 4-uursmetingen. We hebben geen nuchtere metingen. En we zien wel ook dat de diameter van de halsslagader juist groter was na nitraat. Wat misschien een effect is juist van de nitraat, dat het al voor verwijding heeft gezorgd. Groter vat kan er ook voor zorgen dat je juist minder respons hebt. Zo werkt het bij een FMD. Misschien dat bij de CAR-meting ook zo is. Misschien dat je daarom verschillen ziet, dat de ene inderdaad iets meer verwijding laat zien bij de nitraatmeting en daardoor juist een lagere respons heeft en dat dat de verschillen verklaart. Oké, want eigenlijk zou ik eens dan van gedachten willen wisselen over uw standaardisering van de deelnemers. Want dat ging in de vorige discussie met dokter Sulma Mutu, ging het ook over van hoe standaardiseer je nu eigenlijk de deelnemers, zodat je een goede meting kan doen. En u beschrijft ook dat ze moeten niet zoveel fysieke activiteit doen de dagen van tevoren, geen alcohol drinken. Maar u beschrijft bijvoorbeeld ook dat, dat de deelnemers worden gevraagd een week lang geen nitraatrijke voedingsproducten te eten. Waarom is dat? Dat is omdat we in dit geval natuurlijk kijken naar de effecten van nitraat. En als men dan veel nitraatrijke producten eet, meten we misschien ook gewoon geen effecten van nitraat. Omdat het kan ook zo zijn dat natuurlijk toevallig de dag van tevoren bij de ene test nog heeft die spinazie gegeten. De dag daarna gaan we meten. Misschien pik je die effecten wel nog op. En dat wil je niet hebben. Dus dat is wel de realiteit natuurlijk. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen voeding. U stopt ze eigenlijk een week lang op een dieet. Dus op een bepaald voedingsproducten zegt u, deze mag je niet eten. Terwijl ze dat misschien normaal gesproken wel eten. En dan verandert u eigenlijk de voedingsinname van die deelnemers. Zou dat niet ook kunnen verklaren dat sommige mensen wel of geen positieve respons zouden laten zien? Nou, misschien kunt u straks nog even deze laatste vraag beantwoorden. Dank u wel. Dank u wel, dokter. Je naam ben ik vergeten. Stijders. Ik heb papier net weggelegd. Oké, Ellen Smeets. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Mij is in de eerste instantie zitten. Daarna moet jij gaan staan om de bul aan te nemen. Kijk maar daar. Stop dat. Oh, ik had ook echt hier. Ik pakte mijn hand zo naar dat tekenpraatje. Dat was helemaal nat. Dat kijkt heel veel water op. Ellen Smeets, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Mensink, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u Ellen Theodora Hendrika Carolina Smeets tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dr. Smeets, beste Ellen, er is een last van je afgevallen, denk ik. Ja. Uitgesteld vanwege corona, omdat je toch graag had dat de hele zaal bij aanwezig kon zijn. Maar goed, het gaf natuurlijk ook extra stress. En ik wil je uiteraard als eerste van harte feliciteren met dit resultaat. Ook Maurice, familie en vrienden die hierbij aanwezig zijn. De laudatio zal door Peter worden gedaan, die ik nu graag de microfoon overhandig. Wel edel, zeer geleerde dokter Smeets, beste Ellen. Ook van mij, in mijn naam van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw dokterstitel. En bij deze felicitaties wil ik uiteraard ook samen met jouw promotor, professor Ronald Mensink, en andere co-promotor, dokter Joris Hoeks, Maurice, je ouders en andere familieleden en vrienden betrekken. Zoals je natuurlijk weet, is dit het perfecte moment voor een korte terugblik. Ik heb je leren kennen als een erg gedreven onderzoeker, zowel op als naast het werk, die bij aanvang van haar promotietraject al in bezit was van bijzondere organisatorische talenten, door zelf je ouders volgens een strak schema in te plannen om alle metingen grondig in te oefenen. Je wordt gekenmerkt door je energieke pas door de gang op je hakken, het luid op- en dicht doen van deuren, en ik heb mezelf laten influisteren door enkele collega's dat jouw naam gelinkt wordt aan de knippermodusstand van de kerstlampjes op je kantoor. Daarnaast waardeer ik je collegialiteit, hetgeen ik een erg mooie eigenschap vind binnen de onderzoeksgroep. Je stond steeds als eerste klaar om je collega's te helpen, en daarnaast voorzag je hen steeds van lekkere versnaperingen, mochten ze zelf een schoentje zetten bij Sinterklaas,
en verraste hij hen bij terugkomst van hun vakantie met een mooi gepoetst bureau en toetsenbord. Het project waarop je werd aangenomen werd mogelijk gemaakt door Health Holland. En Danone Nutritia Research was hierbij betrokken als industriële partner. En ik kijk oprecht terug naar een mooie samenwerking. Tijdens dit project heb je studies uitgevoerd waarin primair gekeken werd naar de effecten van voedingsstoffen op de vaatwandfunctie en dit zowel in de nuchtere toestand als na de maaltijd. Deze zeer arbeidsintensieve studies heb je absoluut tot een mooi einde gebracht en ik wil hierbij uiteraard ook alle collega's vanuit de Physiology of Human Nutrition onderzoeksgroep betrekken voor alle hulp. Naast het uitvoeren van deze humane interventiestudies heb je uiteraard ook gefocust op technieken om de vasculaire endotheelfunctie op een goede manier te meten en te analyseren. Je hebt ontzettend veel vaatmetingen uitgevoerd en ik denk dat je bepaalde periodes zelf meer tijd gespendeerd hebt achter het echotoestel in ruimte 13 dan op je eigen kamer met de Q-flow de radio op de achtergrond. Naast interventiestudies heb je ook nog twee meta-analyses uitgevoerd, waaronder eentje naar de effecten van jouw favoriete aminozuur, L-citruline natuurlijk. En dat laat wel zien hoe breed die je hebt ontwikkeld de afgelopen jaren. Onderzoeksresultaten zijn inmiddels al netjes gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en dit onder de naam Ellen THC Smeets. Een toevallige bijkomstigheid is natuurlijk dat jij ook als onderzoeker de vitamine-tabletjes ging splitten op je kamer en het witte restpoeder vervolgens verzamelde met een bankkaart. Ook waren er natuurlijk minder momenten en daarnaast werd jouw project ook getroffen door de coronacrisis en andere onvoorziene omstandigheden. Dit was uiteraard helemaal niet makkelijk voor iemand die erg gestructureerd te werk gaat en zeer goed is in plannen en organiseren. Gelukkig ben je wel nooit bij de pakken blijven zitten en heb je ook samen met Jordi, die je eind vorig jaar bijstand hebt verleend als paranimf tijdens zijn promotieplechtigheid, op een erg efficiënte en goede manier een nieuwe studie opgezet, uitgevoerd en ook gerapporteerd. Het schrijven van de wetenschappelijke manuscripten ging steeds erg goed af en deze laatste onderzoeksresultaten zijn dan ook inmiddels netjes neergeschreven en ik ben ervan overtuigd dat deze spoedig gepubliceerd zullen worden. We hebben je wel vaker meegegeven dat je de lat hoog legt voor jezelf en soms misschien wel iets te hoog, dus ik wil het toch nog een allerlaatste keer benoemen. Goed is soms beter als... best. Heel juist. Je hebt verschillende keren mogen presenteren tijdens congressen, waarbij je telkens hebt aangetoond dat je jouw onderzoekswerk op een goede manier kan presenteren en verdedigen. En dat heb je vandaag absoluut ook weer laten zien. Plannen om deel te nemen aan internationale congressen in het buitenland werden jammer genoeg gewijzigd, maar het is toch telkens met veel plezier terugdenken aan de gezellige en toch wat memorabele avonden samen met de collega's na de Nutritional Science Days en de European Atherosclerosis Society conferentie die plaatsvond in Maastricht. En wellicht brengt het woordje BACO wel de nodige herinneringen naar boven. Je blijft natuurlijk nauw verbonden met het onderzoek, hè, want je bent momenteel aangesteld als Clinical Research Associate bij PPD. Ik kijk onder andere uit naar toekomstige activiteiten georganiseerd door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen, waar we elkaar zeker nog gaan zien en spreken. Want je bent natuurlijk erg actief betrokken bij de vereniging, mede als lid zijnde van de recent opgerichte wervingscommissie, waar je je richt op de werving van nieuwe leden om het netwerk van de vereniging te vergroten en te verbreden. Ten slotte wil ik met name Ronald en Joris uiteraard bedanken en ook de beoordelingscommissie en alle leden van de corona. Verder wil ik nog graag dokter Johan de Vogel en dokter Robert Hageman bedanken voor een prachtige samenwerking tijdens het uitvoeren van het project. Ellen, ik wens je namens het hele promotieteam het allerbeste voor je verdere carrière en eveneens in de toekomst. Je hebt er, zoals Ronald al even noemde, even op moeten wachten. En desondanks het uiteindelijk geen vrijdag de 13e is geworden, heb je vandaag toch een prachtige promotiedatum gekozen. Het is namelijk de verjaardag van mijn moeder vandaag en de oprichting van Ben & Jerry's IJs in 1978. Dus maak er een onvergetelijke dag van.
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prestatie en dan geef ik na deze korte terugblik graag het woord terug aan mevrouw de prorector. Dank u wel, dokter Joris. Dokter Smeets, ook namens de Universiteit Maastricht wil ik u feliciteren met de behaalde dokterstitel. Uiteraard wil ik in die felicitatie ook uw partner, familie, vrienden en collega's betrekken. Want dit soort activiteiten is geen eenpersoonswerk, daar zit heel veel omheen. Ook uw promotieteam wil ik uiteraard feliciteren. U heeft het tijdens de verdediging geweldig gedaan. U kreeg soms moeilijke vragen, maar u bent daar heel goed mee omgegaan. En wist ook te zeggen van, nou, als ik het echt niet weet, dan zeg ik dat ook. En dat is, denk ik, voor een wetenschapper een hele goede eigenschap. Hopelijk kijkt u zelf ook met veel tevredenheid op deze academische zitting terug. Ik zou de leden van de corona heel hartelijk willen bedanken voor hun aanwezigheid hier en hun inbreng. Met name ook onze gasten van buiten. Het is fantastisch dat u beide online aanwezig hebt kunnen zijn. En dat gezegd hebbende wil ik graag deze academische zitting sluiten. Dan zou ik het gehoor